Geluiden kunnen je zintuigen direct op scherp stellen. En dat komt je vast bekend voor, omdat je bijvoorbeeld kippenvel krijgt door die ene leraar die met zijn vingers over een krijtjesbord heen krast. Of van horrorfilms, waarbij elk plotselinge soundeffect je de stuipen op het lijf jaagt. Nou, zet je schrap, vandaag gaan we luisteren naar de engste geluidsfragmenten ooit. Deze fragmenten kunnen allerlei dingen zijn. Het zijn telefoongesprekken van mensen die iets ergs meemaken, opnames uit de ruimte of opnames van moordenaars die hun schuld bekennen en in huilen uitbarsten. Durf je het nog aan? Mooi, dit zijn de top 10 engste geluidsfragmenten ooit. Nummer 10. Don't talk, just listen. We beginnen met het verhaal van Paul Michael Stefani. Paul was een Amerikaanse seriemoordenaar in de jaren 80. Moordenaars proberen normaal gesproken onder de radar te blijven, maar Paul belde de politie juist op wanneer hij een moord had gepleegd. De telefoontjes klonken zo. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly, Compton was a person. In het fragment hoor je hoe Paul een telefoongesprek houdt met de politie. Hij bekent de moord en klinkt erg overstuur. Hij vertelt dat hij een vrouw heeft doodgestoken en zichzelf niet kon tegenhouden. Later in het gesprek gaat hij steeds hoger praten en begint hij te huilen. Nummer 9. De bloop. Microfoons zijn overal, zelfs onder water, diep in de oceanen. Deze microfoons worden gebruikt voor onderzoek, maar in 1997... pikte microfoons bij Zuid-Amerika wel een heel raar geluid op. En het klonk zo. Het klinkt misschien niet zo boeiend als je verwacht had, maar wat zo bijzonder was aan het geluid was dat het door meerdere microfoons werd opgepikt. En sommige stonden wel 5000 kilometer uit elkaar. Het geluid was dus enorm hard. De bron van het geluid is nooit 100% bevestigd. Eerst dachten mensen dat het een walvis zou zijn. Later werd het geluid toegeschreven aan een grote ijsbeving. Wat het ook is, het blijft indrukwekkend dat er geluiden in de zee zijn die je tot 5000 kilometer verderop kunt horen. Nummer 8. Saturnus. Waar ik net vertelde over geluiden in de zee, gaan we het nu hebben over geluiden uit de ruimte. Want met name om de planeet Saturnus is het een enorme herrie, moet je maar luisteren. De geluiden die je hoort zijn afkomstig van supersonische zonnewinden. Stel je voor dat je altijd in die geluiden moet leven. De meeste mensen zouden gillend gek worden. Nummer 7. Anneliese Michel. Anneliese was een vrouw die geloofde dat ze bezeten was door demonen. Ze groeide op in een katholiek milieu en stond bekend als lief en vrolijk. Maar op haar 16e werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Ze begon vreemd gedrag te vertonen. Ze ontweek het beeld van Christus, zag demonen, dronk haar eigen urine en ze at dode vogels. Dit is een van de opnames van Anneliese. In naam van Anneliese, de jongvrouw, in naam van Jezus, de baby is de oudste vrouw. Nummer 6. De ham. Het geluid wat je net hoorde is de ham. Wereldwijd zijn er honderden meldingen gedaan van mensen die zeggen dit geluid gehoord te hebben. Het geluid wordt beschreven als een dieselmotor die stationair in de verte draait. De eerste meldingen komen uit de jaren 70. Sindsdien zijn er allerlei theorieën bedacht. Sommige mensen denken dat het geluid van zendmasten komt. Wetenschappers hebben meerdere andere verklaringen. Zo denken sommigen dat het geluid afkomstig is van schuivende aardplaten. En denken anderen weer dat de mensen die dit horen tinnitus hebben. Wat denk jij dat de oorzaak is? Of zou het geluid misschien een hoax zijn? Nummer 5. Chimpansee. Het volgende heftige telefoongesprek is met het alarmnummer in de Verenigde Staten.
De vrouw die belt probeert alarm te slaan voor een chimpansee die haar vriendin aanvalt. Tijdens het telefoongesprek ziet de vrouw toe hoe haar vriendin wordt vermoord. Je hoort de angst in haar stem. En ondertussen kan de noodcentrale niets anders doen dan het geschreeuw aanhoren. 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock. Rock Crimmon Road. What's the problem? Send the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. Nummer 4. Castretti. Wat heb je zojuist gehoord? Een operazangeres? Nee, fout. Het is de stem van Alessandro Moreschi. Een Italiaanse man. De reden voor zijn hoge stem is dat hij een castraat is. Dat is een man waarvan de testikels op jonge leeftijd zijn verwijderd, om een hoge stem te behouden. Vroeger gebeurde dit wel vaker, maar op dit moment zijn dit de enige opnames ter wereld van een zogeheten castraat. Nummer 3. Dode fluit. Deze fluiten worden de Aztec Death Whistles genoemd. Dat betekent letterlijk dode fluit van de Azteken. Er wordt gedacht dat deze fluiten gebruikt werden voordat iemand geofferd werd. Stel je voor dat je over een paar seconden wordt vermoord en dat je dan dit geluid hoort. Doodeng. Nummer 2. Wandering Soul. Het voeren van oorlog hoeft niet per se te betekenen dat de kogels in het rond vliegen. In de Vietnamoorlog gebruikte het Amerikaanse leger namelijk ook een ander wapen, geluid. De Amerikanen voerden een psychologische oorlog door speciale geluiden af te spelen. Deze geluiden waren ontwikkeld door wetenschappers en het doel was om Vietnamese troepen te laten denken dat er geesten rondzweefden van hun gesneuvelde kameraden. Het geluid werd afgespeeld op speakers en er werden zelfs helikopters ingezet om het geluid te verspreiden. Dit is dat geluid. Beeld je in dat er oorlog is, je midden in de jungle zit en er een helikopter overvliegt en dit geluid verspreidt. Moet je luisteren. Nummer 1. Twin Towers. 9-11 is een dag die het leven voorgoed heeft veranderd. Nadat het eerste vliegtuig zich in de torens had geboord, keek de hele wereld toe naar dit drama. Iedereen kent de beelden, maar wat minder bekend is, zijn de geluidsfragmenten. Gedurende de ramp hebben heel veel mensen het noodnummer, ook 9-11, gebeld. Een van de meest verontrustende opnames is deze. De vrouw in kwestie belt van de 83ste verdieping het noodnummer. Ze is doodsbang en zegt dat ze de ramp niet zal overleven. De vrouw van de noodcentrale probeert haar moed in te praten, maar dan wordt de verbinding verbroken. Enkele seconden later komt de vrouw om het leven wanneer de toren instort. Bedankt voor het kijken. Hopelijk krijg je geen nachtmerries. Maar geef wel even een like als je het interessant vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer met dan weer een iets minder enge video. Joe!